Winnaar Univé Paludanusprijs 2014. Project De Woonstudent van Woon- en Zorgcentrum Humanitas in Deventer. Bij het Woon- en Zorgcentrum Humanitas in Deventer staan de begrippen welzijn en welbevinden centraal. Omdat er de overtuiging is dat welzijn ontzorgt. Een ontspannen en gemoedelijke sfeer met oprechte wederzijdse belangstelling creëert een plezierige leef- en werkomgeving voor de bewoners en medewerkers. Voortdurend denkt men in mogelijkheden en het loslaten van de traditionele benadering om alle betrokkenen te blijven prikkelen. Basis hiervoor is een open managementstructuur zonder drempels, met veel openheid en toegankelijkheid. Gea Sijpkes en Anita Brouwer staan dicht bij de bewoners en medewerkers. Zij zien het als hun missie om de zorg met bestaande middelen zo goed en leuk mogelijk in te richten. Hoe geven we dat vorm? Ik heb wel behoefte om inderdaad ook wat te gaan vertellen over het welbevinden en de woonstudent. Dus in hoeverre kunnen we dat, is dat een verlengde van wat wij als Humanitas al een tijdje mee bezig zijn. Hè? Het meest warme en gastvrije huis van Deventer. En zo ontstond het idee voor de woonstudent. Studenten die gratis in appartementen wonen. Als tegenprestatie zijn zij minimaal 30 uur per maand sociaal actief met de oudere bewoners. Zo verzorgt Jessica regelmatig de broodmaaltijd. Alsjeblieft. Koffie of thee? Koffie. Zo, hier een karnemelk. Alsjeblieft. Van je ook maar was al begonnen, zie je? Nee, ik vind het smakelijk. Geen bruin. Onno gaat op zijn vrije ochtend op bezoek bij zijn buurman. Zo, hoe is het? Uitstekend. Nog wat leuks gedaan de afgelopen dagen? Of? Ja, gisteravond ben ik een verjaardag gehad. Van wie? Van mijn zoon. Oké, maar daar bent u daarin geweest? Ja, ik ben een collegaar, broer. En ik zie daar nog dat je daar een foto hebt staan. Ja, en mijn vrouw, samen. Oké, mag ik die eens zien? Ja. Oké. En hier bent u getrouwd? 63. In 63, oké. Dat is een mooie vrouw. Lief, ook nog lief ook nog. Ja. Max doet een spelletje met een van de bewoners. Ja. Of mag ik dan ja. Zes? Nee, je mag ook weer dan, weer in. Kan dat niet? De achterkleinzoon die denkt, die mag nou gauw afzwemmen. Die zwemt dan met de kleren aan. Oh, wat goed. En moeder doet die dat gat in zwem. Maar dat vindt hij helemaal niks aan. dat is ook helemaal niks aan. Ja, je mag ook afgooien. Hè? Dat mag als ik dan op dezelfde plek ja, sta. Ja, op dezelfde plek mag je hem er ook afgooien. Nee. Nou ja, zeg. Zo. Dank u wel weer. De buurvrouw van Jurriën had trek in een pizza. Nou, lekker pizza eten. Oh, proost. Oh, lekker. Gisteren was het nog zo koud. Gisteravond, ja. Ik heb nog 9 uur buiten gezeten, maar met kennissen. Ah, boe, was een beetje te koud. Is dat uw kleindochter dan? Of is het jouw kleindochter alweer? Dat is de kleinste. Ja. Van wie is die? En dat is de oudste, die 15. Van welke zoon is dat dan? Van die krullenkop. Die rode handjes in de hand heeft. Oh ja, die ja. Dat is Andreas, die krullenkop. Maar die daaronder, die heeft ook wel een mooie auto. Die hebben ze ons in de auto gereden. Oh ja. Naast dat huis en zo. Oh, wel mooi. Ja. En Jordi gaat een stukje fietsen met een medebewoner. Dag hoor. De samenwerking met de studenten wordt niet aan de bewoners opgedrongen en is ongedwongen en vrijblijvend. De oudere bewoner houdt de regie. De bedoeling is dat er sociale synergie ontstaat, waardoor de bewoners net dat beetje extra aandacht krijgen. Laten we eens luisteren wat betrokkenen vertellen over de woonstudent. Dat is eigenlijk een beetje een langer verhaal. We begonnen 2 jaar geleden met de reorganisaties binnen de ouderenzorg. Binnen de zorg in zijn algemeenheid, omdat dat kostenplaatje toch wel heel erg oploopt. En in tijden van verandering weet je 1 ding heel zeker. Je moet zorgen dat je een heel duidelijk profiel hebt, zodat mensen voor jou willen kiezen. Wij zijn toen eens gaan zitten nadenken van wat zouden wij nou willen zijn voor ouderen.
En we kwamen erop uit dat onze ambitie is om het meest warme en gastvrije huis van Deventer te willen zijn. Maar dat moet je dan wel laden, want dat kun je wel zeggen, maar dan blijft het zomaar een losse kreet. En om dat begrip te laden, het meest warme en gezellige huis, zijn we eigenlijk op de gedachte gekomen dan jonge mensen in huis de kosten tegelijkertijd niet op laten lopen. Dus in deze combinatie dat studenten gratis kunnen wonen bij ons, om niet, zeggen we dan, in ruil voor leuke dingen doen, dingen van het alledaagse leven een beetje gezelliger maken voor onze mensen. Dat laat onze ambitie als warmste en gastvrije huis. Toen ik hier de eerste week woonde, toen had ik binnen een week al 3 klachten over dat ik te luid was. Te veel mensen over vloer had en dit en dat. En ook. Dus er waren mensen nog heel erg van, er is een student, dit vind ik niet leuk, punt. En ook als ik er niet was, kreeg ik ook klachten van, hij maakte lawaai en was ik gewoon een weekend naar mijn ouders toe. Maar nu is juist tegenovergesteld, ga ik gewoon mijn buurvrouw een biertje drinken. En nu krijg ik heb nooit meer een klacht gehad en het is heel veranderd. De bewoners accepteren het en die halen juist iets uit. Ze vinden het juist leuk nu dat wij er zijn. In plaats van het allemaal nieuw is en het nieuws is eng meestal voor ze. Ja, ik vind het een fantastisch project eigenlijk, want de student kan hier goed wonen. Je hebt gewoon een kamer en alles voor jezelf, een keukentje, badkamer. En nou, de bewoners vinden het ook prachtig, want die krijgen verhalen van buiten natuurlijk die ze anders niet meekrijgen. Dus ja, als je dan, wat ik al zei, als je bent wezen stappen, dan, ja, dan horen ze dat. Of ze zien mij dan een keer 's ochtends heel vroeg terugkomen en ja, dan praat je nog even met ze. En ja, dat vinden ze geweldig. Dat zie je gewoon aan hoe ze dat beleven, zeg maar. En aan, ja, als je dat dan vertelt, dat vinden ze geweldig. En ze krijgen extra activiteiten buiten de gewone activiteitenbegeleiding om. Dus, dus dat is ook weer een stukje extra wat je dan als student geeft aan de bewoners hier. Dus het heeft voor de student een enorme meerwaarde, maar voor de organisatie ook en voor de bewoners. Dus het is eigenlijk dan win-win-win, om het zo maar om het zo te zeggen. Ja, ik weet natuurlijk niet hoe de sfeer vooraf was hier. En het huis heeft sowieso heel veel verandering doorgemaakt sinds mijn komst. Ik weet wel dat het gewoon echt een modern tehuis is. En dat er een hele open sfeer hangt. En of dat door ons komt, durf ik niet te zeggen. Maar ik denk wel dat wij, nou, zoals wat ik eerder aangaf, dat wij wel een soort leven in de brouwerij brengen. Ja, en dat je bij de buren even langsloopt van, goh, hoe is het? En gewoon een spelletje doen of iets in die richting, ja. En dat is toch, nou ja, ik was op vakantie geweest en dan ga ik dat aan de buurvrouw vertellen. En die hoort toch dingen over dat land wat ze anders niet te horen krijgt. We praten heel makkelijk en ik ook. Dus het kwam van 2 kanten dat we gewoon goed konden kletsen. En, maar hij had ook verhalen, dat boeide mij ook wel. Hij vertelde verhalen dat hij in Duitsland had gewoond in de oorlog en over dingen wat hij dan gezien had. En ja, dat vond ik best wel heftig dat hij dat vertelde. En ik denk, ja, god, dan komt het toch wel dichtbij, zeg maar, op de manier hoe hij dat dan vertelt. En ja, goed, als je het leest in de geschiedenisboeken, dan heeft het minder impact. Omdat je denkt, ja, je hebt er geen beeld bij. Maar als ik hem dan zo zie en dan zie ik ook foto's van hem. En dan, ja, dan beeld je dat toch beter in en hoe hij dat dan heeft beleefd, zeg maar. En dat is wel heel interessant om dat, ja, vanuit zijn perspectief dan te bekijken, zeg maar, of te beluisteren. Wat ik het allermooiste nog vind, dat, ook, dat wij echt heel trots zijn op Jurjen zoals hij het doet. Maar dat van Humanitas, dat ze echt hem de kans geven om uit te groeien tot een volwassen persoon op deze manier. Dat vinden we echt geweldig. Dat ook nog en, dat, ja, en dat zouden meer mensen moeten kunnen krijgen. Ja. En als je dan toch nog meer jeugd binnenhaalt, en je schept dan die mogelijkheid, dan is het toch, moet ik zeggen, voor de buitenwereld van, de jeugd is best heel goed. Ja, gewoon vooral aan de mensen die echt willen, gewoon vooral doen. Het is echt een hele goede ervaring. Het is compleet anders dan dat je de met je een studentenhuis hebt of wat dan ook. En dat is natuurlijk ook een ervaring die ik zelf wel mis, soms. Maar wat ik ervoor terugkrijg, alle liefde, warmte van oudere mensen. En dus ook de ervaring die ik weer meeneem in mijn carrière. Ik denk dat dat echt weer 3 keer terugverdient, om het zo maar te zeggen. En ja, dus voor alle mensen die denken van, goh, dit lijkt misschien wel wat, vooral doen.